Ik ben op bezoek bij kunstenaar Eef Difterweg in Lutten. Slagharen. Oké. Okay. Lutten is om de hoek. Oh ja. Ja, we zijn net over de grens getrokken. Ja. Nou, een open dag vandaag toch? Ja. Ja, wat expositie van bijzondere werken of een collectie van werken? Je kunt hier het hele jaar door een doorsnee van mijn werk zien. Van vroeger en nu, van waar ik mee bezig ben en waar ik nog steeds tevreden over ben. Mm-hmm. Je ziet modelwerk, je ziet abstract werk. En centraal is bij mij vooral het spelen met kleuren en vormen. Ja, en hoe lang ben je eigenlijk als kunstenaar? Dat ben je vanaf je geboorte. Oh, je wordt als kunstenaar geboren? Ja, je kunt niet geen kunstenaar worden. Oh. Alleen bij de een ontwikkelt het zich wel en de ander niet. Ja. Bij sommigen die zijn al als kind al heel druk met van alles bezig en worden ook door de ouders gestimuleerd. Mm-hmm. En nou, ik heb ook altijd vanaf kind heel erg veel getekend, mm-hmm. maar ik heb het nooit gezien als dat ik bewust mee bezig was. Ja. Ik kwam ook niet in musea. Ik zat al op de kunstacademie en toen kwam ik voor het eerst in het Van Abbe Museum. Het was latent aanwezig en het is, het is geklaard, zeg maar. Het is open gaan bloeien. Dat is net als iemand die heel zijn leven al heeft gezongen en nooit naar een koor is geweest. Ja. En dan ineens ontdekt dat hij graag zingt. En mm-hmm. dat hij mee, hè, maar door een of andere tv-programma of wat dan ook. Mm-hmm. Hè, maar bij mij is het ook pas op 25-jarige leeftijd eigenlijk echt serieus begonnen. Toen okay. ik de kunstacademie ging, daarvoor was ik heel erg met sport bezig. Okay. Dus je blikt eigenlijk al terug op bijna meer dan 40 jaar kunstwerken. Ja, je hebt er al wat gemaakt in de loop der jaren. Weet je idee hoeveel? Ik heb duizenden dingen gemaakt. Duizenden dingen? Het is maar een kleine selectie. Ja. Ik heb al een zolder van 40 vierkante meter die vol staat. Ja. Plus dat uit de periode van de academietijd en de jaren daarna is bij een verhuizing bijna alles op de brandstapel gekomen, omdat ik geen ruimte had om het mee te nemen. Oh jee, op de brandstapel. Dus heb ik maar een kleine selectie gemaakt van, en sommige dingen hangen hier dan ook nog wel op staan. Mm-hmm. Maar het meeste is toen noodgedwongen verbrand. Oké. Okay. Ja. En wat vind je zelf een van je hoogtepunten? Dat is het mooiste kunstwerk. Mooiste kunstwerk. Ja. Nou, dan moeten we toch eventjes weer terug naar iets wat in de jaren 90 gemaakt zijn. Ja, dit is de schilderij. Ik kan het even kijken. Hopelijk het stond 1986 zelfs. Mm-hmm. Dus dat is 2 jaar na mijn eindexamen. Ja. Is dit ontstaan. Want ik zeg altijd, een kunstwerk kun je maken. Mm-hmm. Of het ontstaat. En ja. De goede ontstaan. De broer van de filmer, collega filmer Bert Haanstra, mm-hmm. heeft een broer die heet Johan, of had een broer, dat is een leven geen familie. En ik kwam voor een tentoonstelling bij in het atelier, en toen was die man al in de 80. Mm-hmm. En hij zei, ik heb al een broer te gehad en ik kan nog maar 3 uur schilderen per dag, van 9 uur tot 12 uur. Ja. En in die 3 uur maak ik een schilderij. En soms ontstaat er een in 3 kwartier. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de goede. Ja. He, want als je iets wil maken, dan is het vaak iets van maters. Mm-hmm. Nou, dit object is daar voor mij een voorbeeld van. Dat ik dacht van achteraf vooral, van hoe komt het dat het na zoveel jaar me nog steeds boeit. Ja. En ik er steeds nog nieuwe dingen in zie. Dat mm-hmm. zo'n eenvoudig ding is. En ik zie ook best wat er niet goed aan is. Ja. Voor mijn gevoel dan. Hè, maar het heeft iets. Maar in die tijd ontstonden er dingen nog vanuit onwetendheid. Ja. Hè, je was nog echt aan het experimenteren. Mm-hmm. En je bent naïef als jonge man. Ja. Hè. En nu ben ik een oude kerel. Mm-hmm. En oh ja. Zeggen ze. Je moet niet alles geloven wat ze zeggen. Hè? Oh, maar. Maar de kunst is om na je 30ste nog te blijven spelen. Ja. Schilderijen. Je ziet ook veel kunstenaars die met hun 30ste droog vallen. Mm-hmm. Ja. Dan moet het eigenlijk pas beginnen. Maar hoeveel kunstenaars die dan op die leeftijd al zelf moeten hebben gepleegd, omdat ze helemaal vastzitten. Oké. Okay. En dat is heel triest. Ja. Maar dat komt ook omdat in de kunstwereld wordt er zo de nadruk op gelegd van de exclusiviteit. Je moet. Mm-hmm. Vooral in de jaren 60 tot 80, het moest allemaal steeds aparte.
Mm-hmm. Maar ja, apart en onapart is er niet. He, dus er was één kunstenaar die maakte schilderijen en op een bepaald moment werd het steeds abstracter tot je alleen nog maar een zaagsnede in het hout zette. Ja. Ja, en wat moet je daarna dan nog? Interessante vraag. Picasso ging ook steeds naar grenzen toe, naar de grens van abstractie. Maar dan ging, als hij die grens had bereikt, ging hij weer terug naar het simpele tekenen en schilderen van realiteit. En dan werd hij weer ineens de blauwe periode, de roze periode of de cubistische periode. Mm-hmm. En, maar dat die mensen die ik noem, die dan in de jaren, ik zeg van net de 30ste periode, die konden die stap niet terug doen. Ja. Een andere jongen die maakte apparaten die een seconde per zoveel uur, of een millimeter per zoveel uur bewogen. Mm-hmm. Ik heb een tentoonstelling had ik gezien, ik wist dat toen verder. Je zag bijna niet dat die apparaten bewogen, alleen dat werd weer vastgelegd. Ja. Ja, met zijn 27ste had hij het meest langzame van wat hij bij zou kunnen doen bereikt. En hij heeft ook helaas leven gemaakt. Ja, dat klinkt niet echt positief. Maar dat, terug naar dit object, dat vind ik nog steeds. Ja, maar die naïviteit, dus na je 30ste moet je ook durven spelen. En niet denken van, ik moet voldoen aan eisen. En dat is wat jij nu doet, zeg maar, nog steeds. Ja, niet van, wat kan ik verkopen of wat vinden de mensen mooi. Nee, wat zit er in mezelf? Ja, oké. Okay. Andere kunstwerk, dat ziet er wel bijzonder uit, Eef. Ja. He? Stelt dat wat voor of mogen we onze gedachten zelf de vrije loop geven? Ja. Nou, dit is een van de objecten waar ik al zo'n 3 jaar mee bezig ben. Ja. En het is gewoon weer ook spelen met materialen. Mm-hmm. Ik had van iemand een hele dikke tafelblad gekregen, zoals ik zoiets zocht. En nog wat andere materialen heb ik gebruikt en heb ik 2 objecten bij elkaar van aan het maken. Mm-hmm. En deze week is het weer ineens veranderd. Toen ik ze verplaatste, dacht ik van en het is heel lastig, omdat het niet tweedimensionaal of driedimensionaal is. Maar van iedere kant ziet het er weer anders uit. Als ik één ding verander, moet ik het gelijk weer van alle andere kanten bekijken. Ja. En dat kost enorm veel energie. Dus het laatste jaar heb ik er niet zo heel veel aan kunnen doen. Mm-hmm. Maar bij deze is wel het grappige dat een kennis van mij, die ken ik vanuit de tafeltenniswereld, die heeft de grootste collectie tafeltennisballen van Nederland. Mm-hmm. Van de oude soort balletjes. Tegenwoordig zijn ze groot, hè. Maar die ging verhuizen. En hij had zoveel dubbele balletjes. Ja. Duizenden. Mm-hmm. Vanuit de hele wereld. En heeft hij gezegd, even, is dat nog wat voor jou? Want je kunt nog wel eens wat met dingen. Mm-hmm. Ik zeg, nou ja, ik kan het niet brengen. En juist doordat die balletjes hier zo helemaal doorheen ben gaan maken, is er ook veel meer verband. Oké, bijzonder. Ja. Het heeft niks met het corona te maken. Helemaal niks. Nee, oké. Okay. Want jij ziet de laatste tijd allerlei schetsen van een virus en zo. En, Ja, dat doe ik niet. Oké, bijzonder. Eef, je hebt hier een complete kunsttuin aangelegd, dacht ik, hè? Ja, loop maar even mee, maak je nog wat zien. Ja, we lopen even mee. Dat vond ik een bordje, die had ik niet gezien. Hier heb ik wat objecten. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal vervreemdende elementen in de bos. Mm-hmm. Het bos is hier helemaal uit zichzelf ontstaan. Het was een paardenbak. Maar daar zie je nu niks meer van. Nee. Maar ik heb het gewoon laten gebeuren. Ik dun wel uit natuurlijk. En, mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk niks aangeplant. Nee. Alles is hier vanzelf komen groeien. Oké. En zo nu dan maak ik hier nieuwe objecten. Mm-hmm. Dit zijn wat ouderen. Maar er komen nu zo 5-6 nieuwe objecten. Dus dit is een nieuw. Ja. Van dingen die ik heb gevonden. Of mm-hmm. En die geef ik dan soms kleuren. Combineer ik met elkaar. Ja. En hier heb ik ook afwezig met een beeld. Ja, de beeldentuin. Ja. Of beelden in ieder geval. Objecten. Objecten. Installaties. Ja.